Misafe tire tire ti fotro mini mania misafe ti misafe ti de eneti te na kana mate dembani e dembani tapu mina mi Jesus da mi Jesus mi movi drai na pasi de da pasi fogo la si de. Op 8 december 1982 werden 15 Surinaamse mannen, allen strijders voor herstel van de democratie en rechtsstaat in Suriname, door het toenmalig militaire regime onder leiding van Desiree Delano Boutersen, op brute wijze gemarteld en vermoord in het Fort Zeelandia te Paramaribo. Pas in het jaar 2000, dus 18 jaar na deze moorden, is op verzoek van de nabestaanden, de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de vakcentrales C47 en de Moederbond, door het Hof van Justitie het bevel gegeven aan de procureur-generaal om de moordenaars te vervolgen. In 2004 is het gerechtelijk vooronderzoek gestart en in 2007 is de berechting van 25 verdachten door de Krijgsraad begonnen. Deze berechting heeft met vallen en opstaan plaatsgevonden en heeft onder andere 4 jaar lang stilgelegen vanwege de wijziging van de amnestiewet in 2012. Het 8 december moorden strafproces duurt nu dus 15 jaar. In november 2019 zijn uiteindelijk 10 verdachten veroordeeld geworden, waaronder de hoofdverdachte Desiree Delano Boutersen, die tot 20 jaar celstraf werd veroordeeld voor het medeplegen van moord. De hoofdverdachte en 4 andere veroordeelden hebben tegen hun veroordeling hoger beroep aangetekend bij het Hof van Justitie. Op 17 augustus 2022 hebben de verdachten in het hoger beroep verklaard dat de dood van de 15 slachtoffers het gevolg was van een door die slachtoffers zelf ondernomen coup-poging onder leiding van buitenlandse geheime diensten. Het doel van dit programma is om deze valse beschuldiging dat de slachtoffers bezig waren met een coup te weerleggen en om de goede naam en eer van de slachtoffers te herstellen. Dit programma wordt u aangeboden door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, welke organisatie op 16 juni 1987 is opgericht en sindsdien de nabestaanden bijstaat. In dit programma zullen 2 video-opnames vertoond worden die op 8 december 1982, dus op de dag van de moorden, zijn opgenomen in het Fort Zeelandia. In de eerste video-opname wordt een verklaring afgenomen van de gevangene Jozef Slagveer door de militair Roy Horp. En in de tweede video-opname wordt een verklaring afgenomen van de gevangene André Kamperveen door de legerleider Desiree Boutersen. Voor dit programma hebben wij de advocaat van de nabestaanden, meester Hugo Esset, uitgenodigd, die sinds het jaar 2000, toen onder leiding van wijlen meester Fred Kruisland, betrokken is bij het 8 december moorden strafproces. Meester Esset zal een toelichting geven op de videoopname. Beste kijkers, u zult zo meteen beelden zien die schokkend zijn. Het zijn beelden van de laatste levensuren van Jozef Slagveer en André Kamperveen. Deze beelden zijn opgenomen op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia te Paramaribo. Op deze beelden is te zien hoe Roy Horp en Desi Boutersen zogenaamde bekentenissen afnemen van Jozef Slagveer en André Kamperveen. Deze zogenaamde bekentenissen zijn echter afgelegd na een geestelijke marteling die zich als volgt heeft voltrokken. In opdracht van de militaire leiding zijn Slagveer en Kamperveen naar het bastion Veren gebracht. En daar zijn ze gedwongen toe te zien hoe de gevangen genomen militairen, Jewan Singh Sionbar en Surinder Rambokus, door een vuurpeloton zijn geëxecuteerd. Na deze geestelijke marteling heeft de militaire leiding Slagveer en Kamperveen voorgehouden dat ook zij
en de andere gevangenen op dezelfde wijze geëxecuteerd zouden worden. Jozef Slagveer en André Kamperveen konden dat echter voorkomen, volgens de militaire leiding, door een bekentenis af te leggen, inhoudende dat ze op de hoogte waren van de voorbereidingen voor een vermeende coup die eind december 1982 onder leiding van het buitenland zou plaatsvinden. Slagveer en Kamperveen hebben in de hoop hun leven en dat van de andere gevangenen te redden, deze niet ware bekentenissen voor een camera voorgelezen. De verklaringen zijn dus afgelegd na een ernstige psychische marteling. Op de beelden is dan ook de doodsangst in de ogen van deze twee slachtoffers te zien. Ik vraag nu uw aandacht voor deze videoopname, gemaakt in het Fort Zeelandia op 8 december 1982. De beide opnamen zullen direct na elkaar vertoond worden en bevatten schokkende beelden. Meneer Slagveer, u bent in de nacht van 8 december door het militair gezag opgebracht voor verhoor in verband met groepactiviteiten die zich zouden voordoen om en nabij 25 en 26 december dit jaar. U hebt een verklaring afgelegd en dat is geschied op vrijwillige basis? Dat klopt, ja. Bent u bereid om vrijwillig deze verklaring voor te houden aan de Surinaamse gemeenschap? Jazeker. Gaat u gang. Op of omstreeks oktober 1982 was het plan opgevat voor een samenzwering tegen het militair gezag. Deze informaties kreeg ik in de persoon van meester Dr. Anders André Haakmat. Het plan was volgens hem om via een volksopstand, CQ burgerlijk ongehoorzaamheid, met militaire hulp van buitenaf de militairen in het kamp terug te krijgen. Als reden gaf men op de terugkeer naar de democratie. Benadrukt moet worden dat meester Dr. Anders André Haakmat, de voorzitter van de Moederbond, Cyril Daal, op de hoogte heeft gesteld van de plannen van het militair gezag om te komen tot de democratische structuren. Nog voor de acties van de Moederbond, zoals bekend deze acties, zouden het begin moeten zijn van wat ik zojuist zei, de volksopstand. Contacten bestonden hiervoor met het actiecomité Herstel Democratie in Nederland. Haakmat zou volgens informaties contacten leggen met personen in Nederland en houdt regelmatig zijn collega Hoos van het een en ander op de hoogte. Zo hebben bepaalde journalisten ook contacten met personen in andere landen, zoals de heren Leonarens en Karg. Echter is mij niet gezegd welke landen, en deze mensen bevinden zich momenteel ook in het buitenland om onder andere contacten te leggen. Er zou via de persmedia regelmatig aanvallen gedaan moeten worden op het militaire gezag en de regering. Ook de studenten zouden gebruikt worden om het klimaat van ontevredenheid over de nieuwe democratische structuren kenbaar te maken. In principe was het plan om op of omstreeks de kerstdagen toe te slaan. Zo zouden de heren Rambokus, Shambar en Mangal in het ziekenhuis opgenomen worden met medewerking van hun verdedigers. Rond de kerstdagen zou dan gewapend worden opgetreden met behulp van krachten in het land en daarbuiten. Eerder genoemde personen zouden de leiding moeten overnemen en tot eliminatie moeten overgaan van de legerleiding.
Hierbij zijn ook de namen genoemd van Sohan Singh, Umrao Singh en Somoharjo, die daarbij de nodige steun zouden verlenen. Verder is bekend dat aan de verschillende besprekingen, vooral ten aanzien van de perssituatie, contacten werden gelegd door de heren Wijngaarden, Leonarons, Kamperveen en anderen. Voor wat het contact rond de universiteit betreft, werden deze gelegd door dochter Lekki. Via hun verdedigers werden Rambokus, Shombar, Sohan Singh, Umrao Singh en Somoharjo op de hoogte gehouden van het een en ander. De planning rond de kerstdagen is ingegeven vanwege het feit dat op deze feestdagen de militairen minimaal worden ingezet. Het brein achter deze plannen werd volgens informatie van meester dochter Anders Haakmat mede bepaald door de heren Hoost, Consalves, Baburam en Riedewald. En nu dit. Mijn informaties heb ik verkregen door een klein deel van deze gesprekken bij te wonen en deze door te geven aan het gezag. Ik stelde me op het standpunt als democraat dat geen andere ideologieën Suriname binnengebracht moesten worden. Bovendien heb ik als een der voorstanders van de omwenteling van 25 februari 1980 mij ook op het standpunt gesteld achter het revolutionair proces te staan dat wordt uitgestippeld door het militair gezag. Dank u wel, meneer Slagveer, voor uw reetwerk. Kamperveen, u bent in de nacht van 7 op 8 december door de militairen opgehaald omdat wij een coup, welke was opgezet, hadden ontdekt. Een coup welke zou moeten plaatsvinden rond de kerstdagen. U hebt deze verklaring bij de majoor Harp afgelegd, binnenskamers. Bent u bereid deze ook aan het publiek af te leggen? Ja. Mag u dan vragen om uw eigen verklaring, wat straks presverbaal van wordt gemaakt, om die voor te lezen? Het is mij bekend dat er plannen bestonden om het revolutionair proces van de militairen te dwarsbomen. De brein achter dit plan kwam van dokter Anders Haakmat, die van mening was dat de militairen terug moeten naar het kampement. De strategie van de heer Haakmat werd besproken met de heer Hoost, die het op zijn beurt weer besprak met de juristen Riedewald, Consalves en Baburan. Uit de gesprekken die gevoerd werden bleek dat ook een organisatie Democratie in Nederland meewerkte aan dit plan. Men wilde tijdens de kerstdagen toeslaan omdat men van oordeel was dat in die periode de militairen niet actief zouden zijn. In die periode zouden de militairen Rambokus en Shamba met behulp van hun juristen naar het hospitaal worden vervoerd. De heren Leonaris en Karg zouden contacten onderhouden met het buitenland. Ten aanzien van het geschil tussen de studenten en de regering is mij bekend dat ze instructies kregen onder andere van de heer Lekki. Ten aanzien van de democratielijn die gevolgd zou worden, is mij bekend dat de heer Haakmat, die adviseur was van de moederbond, de heer Daal in kennis had gesteld over de plannen van, van het militair gezag om te komen tot democratisering. Aangezien ik zelf een voorstander ben van democratisering en bovendien aan de wieg heb gestaan van de revolutie, was ik moreel verplicht het militair gezag op de hoogte te stellen.
Bovendien ben ik 2 jaar minister geweest en heb samen met het militair gezag het beleid uitgevoerd. Bedankt. Het is uw handschrift. Het is mijn handschrift. U bent bereid het ook. Deze worden nu straks bij het proces wel vastgelegd. Ja, en ook de tekens zoals u hier getekend heeft. Ja, bedankt. Beste kijkers, deze twee beeldopnamen van Jozef Slagveer en André Kamperveen in hun laatste levensuren en nadat ze geestelijk gemarteld waren, zijn door Roy Horp en Daisy Boutersen gemaakt als onderdeel van een vooraf opgesteld plan. De bedoeling van de militairen was om de 15 slachtoffers van een coup-poging te beschuldigen, hun te arresteren en hun vervolgens van het leven te beroven. Daarna zou via de media verklaard worden dat de slachtoffers op de vlucht waren doodgeschoten, maar dat er wel volledig bewijs was dat de slachtoffers met een coup-poging bezig waren met buitenlandse hulp. Om dat valse bewijs voor die verzonnen coup-poging te produceren, hebben Horp en Boutersen de twee slachtoffers, Slagveer en Kamperveen, gedwongen de valse verklaringen af te leggen nadat ze geestelijk gemarteld waren. Op 9 december 1982 is via de Surinaamse Televisiestichting de videoopname van Slagveer inderdaad uitgezonden en heeft de militaire leiding daarmee geprobeerd de geschokte Surinaamse samenleving de leugen van een coup-poging te doen geloven. Deze valse bewijzen zijn dus vooraf op 8 december geproduceerd om achteraf op 9 december als vermeend bewijs voor een coup gebruikt te worden. Uit deze beelden blijkt dat Daisy Boutersen op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia aanwezig was en dat Daisy Boutersen zelf het valse bewijs heeft geproduceerd. Deze beeldopnamen maken dus onderdeel uit van een met voorbedachte raden opgezet en uitgevoerd plan om de 15 mannen te vermoorden, hetgeen helaas ook heeft plaatsgevonden. Omdat het dus afgedwongen en dus valse bewijzen zijn, is het daarom ook niet verwonderlijk dat de hoofdverdachte, Desiree Boutersen, dit door hemzelf geproduceerd vals bewijs voor een coup-poging niet in het strafproces tegen hem heeft ingebracht. Immers, uit de beelden blijkt overduidelijk dat de verklaringen zijn afgedwongen. Daarom heeft juist het Openbaar Ministerie deze beeldopname als bewijs tegen Daisy Boutersen gebruikt. En voor de krijgsraad zijn deze beelden ook in de rechtszaal vertoond. Mede op grond van dit door de hoofdverdachte zelf geproduceerd vals bewijsmateriaal is de hoofdverdachte door de krijgsraad schuldig bevonden aan het medeplegen van de moord op de 15 slachtoffers. Deze beeldopnamen, die bedoeld waren als bewijs dat de 15 slachtoffers coupplegers waren, zijn dus omgeslagen in het bewijs dat de moordenaars met voorbedachte raden hebben gehandeld. Beste kijkers, uit de beelden blijkt zonder enige twijfel dat Jozef Slagveer en André Kamperveen onder geestelijke en fysieke dwang de verklaringen hebben afgelegd. De verklaringen berusten dan ook niet op de waarheid. De beelden zijn schokkend en ongetwijfeld bijzonder pijnlijk voor de families van deze slachtoffers. De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede heeft gemeend u dit programma aan te bieden, omdat de organisatie ervan overtuigd is
dat dit programma ertoe zal bijdragen dat de 15 slachtoffers bevrijd worden van de valse beschuldiging dat zij in december 1982 een coup-poging ondernamen. Daarmee zal worden bijgedragen aan het herstel van de goede naam en eer van de 15 slachtoffers van de 8 december moorden die opkwamen voor de democratie en de rechtsstaat in Suriname. Namens de organisatie voor gerechtigheid en vrede dank ik u voor uw aandacht. Misa feti re ti re ti fotro vini Maria misa feti misa feti de eneti te na kana mate dem vani e dem vani tapu mina mi Jesus da mi Jesus mi mogi drai na pasi de da pasi fogo.